Het ging gisteren opnieuw mis voor de belofte van Twente op het eigen trainingscomplex in Hengelo. Tegenstander is de algeheel amateurkampioen Excelsior Maassluis. De bezoekers zijn beter in de openingsfase. Hier nog wel een goede redding van Nick Hengelman. En ook in de nastoot komt FC Twente goed weg. Er is intern veel kritiek op de ploeg. Twente zou het belofte team niet heel erg serieus nemen. Komt hier overigens goed weg. Vrije trap van Kevin Vink op de paal. De ene week speelt Jong FC Twente met 6-7 spelers uit het eerste team. En zoals gisteren allemaal weer talentvolle jongens. Een van hen is Ruben de Jager. En FC Twente komt na een klein kwartiertje geheel tegen de verhouding in op voorsprong. Doet hij toch beheerst, Ruben de Jager. Excelsior daarna in de achtervolging. Dan wordt er niet goed gedekt. En dan is het hier 1 tegen 1. Sefa Kurt staat geheel vrij en weet de lange hoek te vinden. Die voorzet moet er al uitgehaald worden en dan is het een koud kunstje voor Kurt. Dan weer de ploeg van Jeroen Rijsdijk met hier Daan Blij. Lang geblesseerd geweest. Blij, zo! Ja, daar word je vrolijk van. Schitterende goal. Ingenieus balletje van Blij. Die Hengelman die natuurlijk niet vrij uitgaat, te ver voor de goal ziet staan. Ja, er waren in het verleden doelmannen die dit beter hadden opgelost. Sander Boske had gisteren de leiding over dit team omdat Bosveld bij Jong Oranje zit. Tweede helft gebeurt er echt helemaal niets. Dan is in de slotfase nog wel een kans voor Jong FC Twente dat beter was. Hier is het Sua Mauro, de aanvoerder. Maar die goal wordt afgekeurd. Scheidsrechter Berben vindt dit hinderlijk buitenspel. Tja, blijft dubieus. Feit is dat Excelsior Maassluis wederom wint en Jong FC Twente verliest opnieuw. En de problemen nemen toe.